Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zit bij mij opnieuw aan tafel Ad Verbrugge voor het vervolg van ons gesprek over Oswald Spengler's Untergang des Abendlandes. Ad. Ja, Willem. Daar zijn we weer. Ja, zeker. Wegens groot succes verlengd, zullen we maar zeggen. Nou ja, we waren ook nog niet helemaal klaar, hè? Dus we kondigden het al aan. We hadden het al gezegd. De laatste keer. Misschien moeten we hem oppakken. En gezien de reacties leek me dat wel gepast. Het is zo'n rijke tekst. We hebben eigenlijk maar... We scratched the surface, zoals men dat in het Engels wel plicht te zeggen. In het vorige gesprek zijn wij heel nauw ingegaan op Spengler's vormenleer. Wij hebben vooral gekeken naar één specifieke cultuur waarop hij die vormenleer toepast. Dat is de Faustische cultuur, de Faustische ziel die daarin tot uitdrukking komt. Mm-hmm. Maar Spengler heeft natuurlijk over de hele wereld zijn gedachten laten gaan. En hij beschrijft een aantal verschillende culturen, allemaal door een eigen oersymbool gedreven en gedetermineerd. En het leek mij wel interessant om misschien een aantal van die andere vormen nader uit te diepen. En te kijken wat Spengler daarover heeft gezegd. Ja, prima. We hebben het ook de vorige keer al een beetje gehad over de Apollinische ziel en die Faustische ziel, de antieke ziel en dus meer die moderne ziel. Er zit nog een belangrijke ziel tussenin, kunnen we zeggen. Dat is de magische ziel. Ja. Wat kan je ons daarover zeggen? Ja, nou, het is ook wel interessant dat je dit aankaart, omdat wij, zou kunnen zeggen, ook in onze geopolitieke situatie van dit moment ook te maken hebben natuurlijk met andere culturen. Die daar, laten we zeggen, Spengeliaans gesproken, een andere ziel hebben. Of het nou China, India betreft, of inderdaad de wereld van de islam. En de wereld van de islam begrijpt hij inderdaad vanuit de magische ziel. Nou, misschien toch even terugnemen, waar zitten we? Spengler's gedachte is dat in die ziel een eigen verhouding tot ruimte en tijd ligt. Dat hebben we bij de Faustische ziel ook gezien. Een typische historische opvatting van het idee van zo'n derde rijk. Met onze tijd is de nieuwe tijd aangebroken. Nou, dat hebben we bijna tot op de dag van vandaag, zou je kunnen zeggen. Ook met de hele idee nu van singularity bijvoorbeeld. Of waar Harari over schrijft met het Homo Deus. Dus weer voornamelijk gekomen nu met AI in een nieuw tijdperk. Nou, dat is een typische verhouding tot geschiedenis en tot de eigen tijd. En ook, ik heb gezegd, een eigen verhouding tot de ruimte. Elon Musk, to boldly go where no one has gone before. Maar ook de vikingen al, een enorme drang om de ruimte in te gaan. Nou, net als ten tijde van de Romeinen, wordt natuurlijk in zo'n civilisatie die zich verspreidt, nemen andere culturen eigenlijk die vormen over. Dus wat Spengler zegt, de gotische kathedraal die kon alleen maar staan in dit landschap. Terwijl de wolkenkrabber, die dezelfde drang naar boven heeft, datzelfde grenzeloze, die staat overal. En zoals de arena van de Romeinen, die kon overal staan, de Griekse tempel alleen in dat landschap. Ja, dus tegelijkertijd bevindt zich daaronder, dat gold ik ook voor de arena, bevindt zich zo'n oudere cultuur. Nou, of een andere cultuur, hoeft geen oudere, kan ook een jonge cultuur zijn. Interessant is aan zijn duiding van de magische ziel, is eigenlijk dat die opkomt in dat, wat je zou kunnen zoeken, in dat Romeinse Rijk. Ja, maar daardoor wordt ze in eerste instantie, zegt hij, eigenlijk overwoekerd. Dus de vorm van die oude wereld, deze antieke cultuur, die ligt als het ware over dat landschap. Met Alexander de Grote en naar het Oost-Romeinse Rijk. Of je het natuurlijk daarmee eens bent of niet, doet er even niet toe. Dit is de manier waarop hij naar die geschiedenis kijkt. En naar die interactie van culturen. En dan is het de vraag natuurlijk, wat is dan het eigene van die magische ziel? Ja, en daarvoor gaat hij al naar het Jodendom toe. Dat is interessant.
En ziet daar eigenlijk de aanzet tot wat hij het magische levensgevoel, wat eigenlijk op een bepaald moment pas de omslag maakt naar een hoogcultuur, zo noemt hij het. Hè. Zoals wij natuurlijk ook de Noorse mythe en saag hebben gehad en een Keltische wereld. Dus, maar die zijn als het ware nooit doorgebroken tot een hoogcultuur. Die een continent gaat bestrijken. Dus begrijp ik het dan goed dat het Romeinse Rijk is op dat moment in de civilisatiefase, eigenlijk duidt hij dat Romeinse Rijk, Spengler, als de civilisatiefase van die Apollinische ziel. Ja. Maar onder de oppervlakte, dat broeit dus al die magische ziel. Magische het is een hele ziel, diepe geschiedenis. Ja. Maar op het moment dat hoe meer dat Romeinse Rijk dus ook uiteen begint te vallen, hoe meer die nieuwe cultuur ziel opkomt. Precies, ja. Precies. Ja. Ja, dus dat is en nogmaals, dat is natuurlijk een bepaalde geschiedsopvatting. En die zal door, laten we zeggen, hedendaagse historici natuurlijk afgewezen worden. Niet worden gedeeld. Ja. Nee, hè, maar de vraag is natuurlijk, hoe kijk je naar de dynamiek in de geschiedenis? En als je positivistisch bent, dan beschrijf je gewoon lijnen. En Frank Spengler zegt, nee, je ziet daar toch een soort vorm opkomen. Die wel degelijk een bepaalde eenheid vertoont. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Nou, dat is wat hij bij die magische ziel natuurlijk ook zal claimen. En daarbij gaat hij uit van een hele mooie karakterisering, vind ik. Hij noemt het het holengevoel. Dus het gevoel alsof je in een in een grot zit. In een holte. In een En dat grotsgevoel is eigenlijk dat je in een ruimte zit die donker is. Ja? En dat is de ruimtelijkheid. En in die ruimte valt een helder licht. Dat is dus je hebt licht en donker als eigenlijk hele fundamentele ervaringen. Waarbij dat licht valt in de duisternis. Nou, dat zijn al de woorden in het Johannes-evangelie. Het licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Dus hij begrijpt eigenlijk dan ook Christus als een manifestatie van dat magische gevoel. Dus hij is een magier, om het zo maar te noemen. En hij heeft prachtige verhandelingen ook over een van de mooiste stukken vind ik uit Umtegang is zijn beschrijving van Christus op basis van het Nieuwe Testament. Ik heb dat nooit zo gerealiseerd als toen ik Spengler las. Dus hij leeft zich dan in. Daar heeft hij heel veel gevoel voor. Maar goed, dat is dan de religieuze manifestatie. Licht schijnt in de duisternis. Dat is ook die apocalypse-achtige stemming die je bij Christus voelt. Dus hoe Jeruzalem verwoest zal worden en in 3 dagen wederop gebouwd. Het idee van een wereld die voorbij aan het gaan is. En dat is eigenlijk, hij noemt het ook wel de apocalypse van de aanvang, Spengler. Mm. Dat is dat je eigenlijk in deze wereld al niet meer bij deze wereld bent. Dat je ziet dat die wereld wordt weggevaagd. Het apocalyps van de aanvang. Dat is het tijdsgevoel waarin je in de duisternis zit, maar er kondigt zich een nieuwe wereld aan. Ja, die komt als een dief in de nacht. Ja, dat is de plotselinge omslag. Nou, dat is de tijdservaring. Die speelt in de magische ziel, is een apocalyptische. Die werkt overigens voor een deel ook nog door in de Faustische, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar apocalyptische, waarin men 2 vormen van tijd onderscheidt. Dat is de aardse tijd, ja? En dat is de eeuwigheid of de hemelse tijd. Ja? Van die uren weet niemand. Dat is alleen bekend bij God. Nou, en dat is eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, een verticale inbreuk op de horizontale tijd. Dus je hebt het leven van alle dag. Maar daarachter, dan gebeurt iets. Ja, en dan kan het plotse moment komen, het ogenblik waarop eigenlijk de nieuwe wereld komt.
Ja, en dat is eigenlijk een soort grondgevoel wat tijd betreft in die magische ziel. En zo schetst hij dat. Het ruimtegevoel is zoals gezegd iets van een, ja, een geslotenheid. Hè, met daarin het licht dat binnenvalt. Ja? Nou, dat, als je daarop verder gaat, dan betekent dat ook een sterk dualistisch wereldbeeld. Hè, dus een, waarin dag en nacht fundamentele onderscheidingen zijn. Licht en donker. Goed en kwaad. Ja? Het goede versus het boze. Het boosaardige. In de menselijke constitutie, de ziel, lichaam, verbonden met het aardse, versus de geest, als dat wat met het licht samenhangt. Dus je krijgt een ruach en nefash in het Joods. Ja. Pneumatikoi in de pneuma en psyche. Exact. Dus dat soort onderscheidingen. Al ontegenwoordige onderscheidingen. Denk aan de Heilige Geest. Ja. De geest die zich verspreidt in de gemeente. Nou, dan komen we ook wel op een ander belangrijk moment. Dat is namelijk wat hij noemt het belang van de eenheidservaring op basis van die geestelijke verwantschap, dus geestverwantschap, de consensus, het instemmen met, je zou kunnen zeggen, met het licht. Ja, wie het licht heeft gezien, wie het licht heeft ontvangen en wie niet. Dat betekent dat je eenheid krijgt op basis van eigenlijk een geestelijke broederschap. Dat is eigenlijk een heel ander soort principe dan bij de Griekse staat. Van de aristoi, van de bloedverwant. Waar eigenlijk bloedverwantschap heel belangrijk is. Maar ook de plaats. Ja. Athene. Precies. Ja, Spartaan, op de plek. Ja, dus je ziet ook, op het moment dat Paulus rondtrekt in die Griekse wereld, of in de Romeinse wereld, moet ik zeggen, maar ook natuurlijk in die gehelleniseerde wereld. Ja. Dan zie je dat hij overal naar bij gemeenten komt. Nou, die gemeente, dat is eigenlijk nog de vorm van de polis. Want die zitten gewoon, de Corinthiërs, precies, of de Galaten, de Thessalonicenzen. Maar die zijn toch, dat zijn allemaal broeders en zusters in Christus. Ja. Nou, dat is dus een boodschap van, je zou kunnen zeggen, universaliteit. Van een grote broederschap, die eigenlijk heel on-Grieks is. Maar je zit nog vast aan die stadsvorm, zoals zelfs Rome. Als het nog een stad is, Romein. Dat betekent dat je. Paulus mag ook voor zijn proces uiteindelijk naar Rome toe. Dat is dus je hebt bepaalde rechten verbonden met de stad en de locatie van Romein. Dus dat is dat lichaam waar we het eerder over hadden. Precies. Dat oersymbool van het gesloten, afgegrensde lichaam. En daarom wordt de staatsvorm ook die van de stad. En zelfs wanneer die imperiaal, en de civilisatie dus imperiaal wordt, dan blijft die stad als het ware een politiek eikpunt. Nou, dat is in die magische ziel niet het geval. Die denken dus niet meer gebonden aan deze wereldse materiële orde, dat is de nacht, maar in het licht. En wanneer je in dat licht deelt. En wat betekent dat? Ja, dat je eigenlijk de boodschap die is gekomen, dat je die aanneemt. Dat je die overneemt. Dus je krijgt, dat is ook de tijdperk van, de parakleten, dus de boodschappers, de verkondigers. Ja? De verkondigers. En dat zijn ook de verkondigers van die geest, eigenlijk. En dat is wat je eigenlijk ziet op dat moment Romeinse Rijk. Hè? Dus dat de boodschap van Christus komt binnen. Maar dat zal later ook gelden. De evangelisten verspreiden de blijde boodschap. Hè? Dus de evangelie, euangelos. Precies, de goede boodschap. De goede boodschap. En die neem je aan. En dan krijg je dus, heb jij de juiste
overtuiging? Heb jij de juiste boodschap aangenomen? Dus bij de Grieken is de vraag naar goed en kwaad is een heel andere. Dat is, heb je arte, heb je voortreffelijkheid? Op je houding in die gemeenschap. Je houding, je positie daarbinnen. Ja. Ja, maar hier wordt eigenlijk de verwantschap niet zozeer gedacht vanuit die plaats en de staat, maar vanuit de leer. Ja, dus dan krijg je dus heb je de juiste leer, orthodoxie. Ja. Heb je orthodoxie. We hebben de juiste opvatting, de juiste mening. De juiste mening, de juiste overtuiging. Ja, die juiste overtuiging is die waarin je dat licht hebt gezien. En dat licht hebt aangenomen van de voorganger die jou dat heeft verkondigd. Dus je krijgt eigenlijk dat type religies met verkondigers en aanhangers. Ja, en natuurlijk allemaal investituurstrijden vervolgens ook. Ja, nou ja, dat heb je. Wie had nu de juiste boodschap in pakt? Hoe heeft die overgebrachte boodschap eruit gezien? Je ziet dus dat Spengler ook alle religieuze twisten die vooral ook in het Oost-Romeinse Rijk, maar ook in verhouding tot het West-Romeinse Rijk ziet, als die orthodoxie twisten. Ja. Ik vind het ook bijzonder interessant wat je zegt hierover. Een aantal van de voorbeelden die je noemt over waar dat magische denken zich in manifesteert en de eigenschappen van het magische denken, dat je heel sterk een continuïteit ziet richting dat tweede postchristelijke millennium. Laten we zeggen, dus vanaf het jaar 1000 in die meer faustische cultuur. Ja. Dat manichese, dat goed-kwaad onderscheid, dat valt weg in die moderniteit, waar dat meer fluïde wordt. Maar je ziet misschien wel dat onderscheid tussen dat Cartesiaanse dualisme, bijvoorbeeld. Dat hele sterke lichaam-geest onderscheid. Ja, nou, dat zou is heel mooi dat je het zegt, want dat is, was een vraag, hoe verhoud ik mij tot Spengler? Ja. En dat betreft dan altijd alweer de vraag, hoe kijk je naar geschiedenis? Exact. Want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, Spengler, onzin. Precies. Ziel, hoezo? Maar de vraag is, hoe duid je dan geschiedenis? Ja. Wat wordt dat? Nou, dan kun je met een heel evolutionistisch verhaal komen, of met een verhaal à la Marx, sterk door economische krachten gedreven. Je zult dan met een... Het heeft geen zin om te zeggen iets is onzin zonder zelf dan aan te geven wat het dan wel moet zijn. En wat het drijvende principe is. Precies. Nou ja, en ik heb dus heel veel waardering voor Spengler, maar het zit hem wel precies hierop. Hè. Dus die verwantschap die je ook kan zien. En waar hangt dat misschien nog met grotere bewegingen samen? Hè, dus die misschien wel over duizenden jaren gaan. Maar goed, dat is een ander thema. Ik moest denken aan Rembrandt, het chiaroscuro. Hè? Je ziet allemaal van die licht-duister onderscheiden. Ja, nee, zeker. Alleen het werkt... Dat evangelische ook, het verspreiden van die boodschap. Wat hij natuurlijk ook zegt, van, hè, dat is ook een element van het Faustische. Dat overal het universum willen... Nee, dus hij wijst ook wel ook op die rake punten. Maar er zit toch ook echt een fundamentele verschil in. En nou, een daarvan, die is ook interessant gegeven de huidige tijd... onze verhouding tot het landschap. Dus zoals bij iedere cultuur komt volgens Spengler ook die magische ziel op in een bepaald landschap. En dat is wat wij in dat Klein-Azië, Perzië, tot en met het Jodendom en Israël, dat gebied. Daar komt het op. Maar het bijzondere is dat zij niet eigenlijk haar eenheid als gemeenschap primair ontleent aan dat landschap. Dus bij ons, zou je kunnen zeggen, blijft het landschap van Duitsland of Engeland of Schotland, dat blijft als het ware, komt ook in de taal heel pregnant tot uitdrukking, dat blijft de eenheidsvorm. Dus het wat we dan nu kennen als nazistaat. Maar hier is eigenlijk de religieuze staat, die vormt de gemeenschap. Dus er is eigenlijk geen seculiere staat. Want de idee waarop gemeenschap wordt gedacht, bestaat eigenlijk in die religieuze verwantschap, in die orthodoxie, in het hebben van de juiste mening. En zo ontstaan volken. Ja. Dus het Joodse volk is een geloof. Ja? Maar ook zo zijn de Soenieten is een geloof. De Shiiten zijn een geloof. Dus
En die kunnen zich overal bevinden. Sterker nog, bij het Jodendom zie je ook dat 2000 jaar bijna de modus is geweest. Dat ze geen land hadden, maar gewoon een geestelijke broederschap hadden. En er zijn nog steeds Joden die zeggen, zo hoort het ook. We moeten helemaal niet terug naar dat fysieke Jeruzalem. Dat is niet de bedoeling. Wij zijn een geestesgemeenschap. Nou, en dat betekent ook dat wanneer we het hebben over integratie, dan denken we die integratie natuurlijk sterk in termen weer van landschap. Terwijl dat is de manier waarop wij nadenken over zoiets als broederschap en volk en nationaliteit. Daar horen grenzen bij. Terwijl in die magische ziel heb je een idee van broederschap die eigenlijk niet zozeer op dat landschap is gericht. Ja, die dus een andere gedaante aanneemt, waarin het delen van het geloof eigenlijk de aard van de verwantschap kenmerkt. Dat betekent dus ook dat je, en dat zie je, dat er zo'n sterke affiniteit is. Bijvoorbeeld met de Palestijnse zaak, hè? Bijvoorbeeld bij moslims, omdat dat zijn hun broeders. Dus ze zien dat ook echt als een gemeenschap. Dus nu is het natuurlijk bijzonder dat we ondertussen wel al die geografische grenzen hebben overal. Hè? En dat het Westen ook meent dat de eigenlijke structuur van een staat en een staatsorde is. Maar dat hangt samen met die specifieke achtergrond van ons eigen staatsconcept, gebonden aan een landschap en een volk dat dezelfde taal spreekt. En wat een andere ruimtelijke principe is dan die van een consensusgemeenschap met eenzelfde geloof. Ja, dus op een vreemde manier, hoewel die faustische ziel op zijn eigen manier zich ook helemaal losmaakt van de begrenzing van de ruimte, ja, hebben we toch nog steeds wel de neiging om te denken in termen van materiële begrenzingen. Of in elk geval. Nou ja, het is vooral voortdurend die strijd met die materie, ja, die heel belangrijk is, ja, bij die faustische ziel. En het overwinnen van het die overwinnen grens. Van die grens. Maar hier in die magische beleving is in elk geval is men weg. Ja, en precies. Dat apocalyps van het begin is eigenlijk ook al zo'n soort aankondiging van in die grot, in die wereld eigenlijk verlicht zijn en in een andere ruimte bevinden. Ja. Nu is het wel interessant natuurlijk dat wij ook met die digitalisering ook een ruimte hebben gecreëerd die nou juist weer correspondeert met die magische ziel, zou je kunnen zeggen. Met die zuiver gespiritualiseerde ruimte, helemaal losgemaakt van alle materialiteit. Waar je ook dus dit type van groepsvorming krijgt. Grenzen transcenderende groepsvorming, eigen wetmatigheden. Orthodoxies, ja. Ja, precies. Ja. En wat nog interessant is, is dat Spengler, dan kunnen we misschien nog over weer naar de volgende ziel, want ik kan bijna per ziel. Nou, ik wou net gaan zeggen, we hebben wat mooie dingen hierover gezegd, maar er zijn er meerdere om. Dus wat heel mooi is ook in de zijn analyse van die ruimte is dat je wanneer je kijkt naar de magische wereld, dus die heeft dus dit gesloten karakter, die zit afhankelijk onder dat juk van dat Romeinse Rijk. Dat wordt dan vanzelf het Oost-Romeinse Rijk. Dus je ziet al ook in dat qua gebieden al eigenlijk de splitsing gaan optreden. Ja, dus het West-Romeinse Rijk, waar uiteindelijk ook het christendom dominant wordt. Oost-Romeinse Rijk natuurlijk ook. Maar daar krijg je de grote omslag in de 7e eeuw. En hij zegt, je ziet het eigenlijk in het gebied van de filosofie, een heel de twist over de substantie. Is substantie één, of is die meer? Heel de vraag over de verhouding van de drie eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. Daar zitten zeg maar de discussies. Nou, en dan zie je dat het West- en Oost-Romeinse Rijk uit elkaar vallen, ook ideologisch eigenlijk uit elkaar vallen. En de grote omslag vindt dan plaats in de 7e eeuw met de komst van Mohammed. En dat is weer een nieuwe
boodschapper, een profeet, die het licht heeft gezien en die waarschijnlijk een synthese maakt tussen Jodendom, Christendom, wat lokale invloeden en religies. Kijk, Zoroaster heeft natuurlijk al licht en donker tegenstellingen, dus die gaat al veel langer terug. Maar dat manichees, wat je zou kunnen zeggen, ook rond diezelfde, hè? De eerste, tweede eeuw na Christus. Nou, en hij begrijpt dus, dat is interessant, hij begrijpt de doorbraak van de islam. Eigenlijk op één lijn met de komst van de Puritijnen. Dus het is een soort hervormingsbeweging. Het zijn hervormingsbewegingen die zich keren tegen de traditionele religie. Terugkeren naar de oorspronkelijke boodschap. De ware boodschap. De ware boodschap. Ja, en vervolgens, waar de tekst dan heel belangrijk gaat worden. En dat is in dit geval komt er een nieuwe tekst. Dat is de Koran. En heeft ook prachtige stukken over hoe die teksttradities doorwerken. De commentaren op teksten. Ook tot en met onze rechtsvorming. Ook met de commentaartradities. Commentaartradities op teksten. De Talmud, precies. Dus dat is een hele eigenlijk fascinerende lijn. Maar die zie je dat er ontstaat dus een heilige tekst, een nieuwe heilige tekst, de Koran, waar dan ook weer heel die commentaartraditie op komt. En dat is een Puriteinse, hij begrijpt dat als een Puriteinse beweging. Dat vond ik een heel interessante benadering. Je ziet dus in dat opzicht dan een gelijktijdigheid met wat bij ons de Puriteinen zijn. Streng op de leer, de wet, leefregels. Strikt ook verhouding tot man, vrouw, lichaam. Allerlei Puriteinse motieven. Ook weer die orthodoxie die daar centraal rol heel speelt. Sterk op de strengheid van de leer. Ja. Hij zegt eigenlijk breek dan voor het eerst in die wereld die magische ziel echt helemaal door en die bevrijdt zich van die antieke Apollinische vormen. En dat verklaart dan ook waarom, en dat zie je ook, in een periode van 30 jaar, gewoon die hele wereld, die oude Romeinse Rijk, zo Noord-Afrika, alles, overgaat tot de islam. Ja. En deels met geweld, maar gewoon het is ook de boodschap die aanslaat. De tijd is rijp. De tijd, dat resoneert, om het zo maar te noemen. En start dan ook die civilisatiefase van die magische ziel in? Of Dit is de cultuur. Dit is de cultuur. Zoals puritanisme is bij ons ook. Eigenlijk begint in de 16e, van de 17e eeuw. En zo moet je het zien. Dus het is de bloeiperiode. En dat wordt een soort inhaalslag, zegt hij. Dan zie je dat in één keer die cultuur helemaal opbloeit. Dat is ook een beetje een fantastische voorstelling natuurlijk. Maar het is ook wel weer interessant hoe die het neerlegt op die manier. En nogmaals ook, dat je ook dan meteen dus die strijd krijgt. Soenieten en Shiiten, dat die al heel snel dus die natievorming rond de leer. Dus groepsvorming gemeenschapsvorming rond de leer. Met allerlei gewelddadige alle conflicten van dien. En je ziet daar dus dat de scheiding tussen kerk en staat, die wij maken, die hangt samen met landschap en overtuiging. Maar hier heb je niet dat landschap als dominante factor. Dus je beweegt vanzelf toe naar kalifaat. Precies. Dat is dus, je hebt dus inderdaad wat hele mooie dingen gezegd nu over die magische ziel. Hoe daar ook één specifiek oersymbool, in dit geval van die godbeleving, op zijn eigen manier ook weer zijn uitdrukking vindt in een bepaalde verhouding tot de ruimte en een verhouding tot de tijd. En het lichaam. Hè? Dus precies, en tot de gemeenschap. Komt overal in terug. Alle ook facetten van de werkelijkheid. En je moet ook hun kunsten, zou je kunnen bespreken. En heel Ik dacht, we hebben het nu niet eens gehad over de moskee. Daar heeft hij ook schitterende duidingen over. Hè? Dus ook, en waarom er geen afbeeldingen mogen komen. Ja.
Puriteinse richting, nou, dat kennen wij natuurlijk ook wel een beetje. Precies. Nee, dat zit nog steeds, er is heel veel nog steeds herkenbaars in te vinden. Ja. Dus het is ook net als met die Faustusziel, denk ik, het is in die zin ook een feest van herkenning. En dat duale, wat je natuurlijk heel sterk uiteenzet, dat daar een heel sterke dualiteit ontstaat tussen een beleving van het hier en nu en het aardse en het materiële en een beleving van die geestelijke gemeenschap, van die boodschap die in die grot als het licht intreedt en vanuit daar die verlossing brengt, dat apocalyptische, millenarische idee treedt daar. In de wetenschap, hè? Dus hij geeft ook natuurlijk aan hoe die magische wetenschap zich ook op een eigen manier ontwikkelt. Hoe ze Aristoteles opnemen, maar hoe het ook verandert als gevolg daarvan. En maar tot en met de traditie van de astrologie, dat die magische ziel niet meer alleen maar naar de concrete planeten kijkt, maar ook eigenlijk punten die puur mathematisch zijn ontwikkeld, waar een boodschap in ligt. Hè? Dus die een betekenis krijgen, maar die niet meer betrekking hebben op een fysieke planeet. Hè? De pars fortunae en zo, dat soort. Precies. In de voorgesprek ging het er al even over, hè? Dat deze de manier waarop een oersymbool zich manifesteert in een cultuur, allerlei terreinen, zelfs in de wiskunde, zich ook tot uitdrukkingen brengt. We hebben genoeg gesproken, denk ik, even over die magische ziel. Het boek staat hier en is ook te bestellen. En we blijven mensen aanraden om ook even te kijken in de link onder de video zelf het boek aan te schaffen, daar eens doorheen te bladeren. Ja. Misschien een cultuur die vandaag de dag ook volop in de belangstelling staat, op verschillende redenen, is die van de Russen. Ja. En Spengler schrijft op een hele interessante manier ook over de Russische cultuur. De drie hoofdculturen die hij beschrijft hebben we nu wel besproken. De Apollinische, de Faustische, de Magische hebben we het nu over gehad. Maar hij heeft het ook over de Chinese ziel. Ja, de Indiase, de dromerende ziel. De Mexicaanse, hè, of inderdaad meer wat met de Inca's en dergelijke. Die oude. Egypte. Dus precies. De starre weg naar het einde, hoe hij dat schetst ook. Want iedere keer komt ook die architectuur. Of dat heb ik vorige keer ook al gezegd. In de architectuur komt het oersymbool tot uitdrukking. Precies. En met name waar het gaat om het heiligdom. Want daar zou je kunnen zeggen wordt de ruimte op een manier vormgegeven waarin het, je zou kunnen zeggen, de angsten weet te bezweren ten opzichte van de vergankelijke wereld waarin wij. Ik zou kunnen zeggen, in tijden van nood, hè, is de kerk. Was dan voor de middeleeuwen, maar misschien tot en met de 20e eeuw nog wel eens het punt van rust. Van een soort, zou kunnen zeggen, eeuwige waarheid die daar wordt belichaamd. Nou, dat was de Griekse tempel op een bepaalde manier. Dat was ook de moskee. Hè? De moskee waar je de koepel al ziet. Hè? Waar het licht binnenvalt. Door een kier. Ja, door een kier. Ja, dat is de. Hij spreekt zelfs over hoe heet het in Rome? Dat mooie ronde gebouw. De Parthenon. Ja, precies. Als de eerste manifestatie van de magische ziel in die Romeinse wereld. Pantheon. Pantheon. Ja, precies. Pantheon, en wie ziet alle goden daar? Ja, precies. Dus, de eerste moskee noemt hij het. Schertsend bijna, maar niet helemaal. Maar het ligt ook schitterend van boven, binnen. Ja, het hele informeren ligt. Ja. Een hele bijzondere ervaring in de ruimte. Je hoeft er maar in te staan. Je krijgt meteen een gevoel van wat Spengler bedoelt. Absoluut. En dus dat is al die koepelconstructies. En daarom voel je ook van dat is echt een verschil. Hè? Een moskee met die koepel versus onze gotische kathedraal. Ja, en daarom ergeren mensen zich soms zelfs aan die koepel. Van ja, maar dat hoort hier niet. Of dan krijgen die dat type spanningen. Ja. Nou ja, dat hangt natuurlijk samen met dat oersymbool. Het kort hebben over die Egyptische, hoe je dat ziet bij de Egyptenaren. Ja, dan beweken we denk ik langzaam richting hoe je dat in Rusland. Dus het hele idee van de weg, de piramide, dus ook de dode weg. Dus de strakke lijn die uiteindelijk richting de dood gaat. Wat leven eigenlijk zich moet voorbereiden op die overgang. Maar goed, dus iedere keer komt daar dus in... Nou, in Rusland zie je die ui. Ja? En hij zegt, dat is een soort aankondiging al van ook een eigen vorm.
een eigen type, een eigen ruimteervaring die hij ook verbindt met, wat is het, een soort uitdijen in de breedte. Een ander soort oneindigheid, maar een soort uitdijen naar beneden toe. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk nog onvolkomen, dat is nog niet helemaal uitgerijpt, deze ui-constructie. Maar het is een oersymbool van wat hij dan noemt de Russische ziel. Die analyse van die Russische ziel die neemt ook wel weer een bijzondere plaats in binnen de Untergang. Omdat het in zijn ogen is het niet een ziel die geweest is, maar een ziel die nog zou moeten komen. Dus dat is een... hij ziet het eigenlijk als een... ook zo'n ziel die nog broeit onder de oppervlak. Ja, die nog broeit. Ja. Ja, die dus iets mystieks heeft, iets primitiefs, iets barbaars. En zoals de mensen in het Romeinse Rijk ook dachten over die christenen. Van ja, wat zijn ongeciviliseerde... God die mens wordt en vervolgens dus de primitiviteit eigenlijk. Ten opzichte van een platoons of een wetenschappelijk... wereldbeeld. Men vond het inderdaad iets voor slaven. Slaafse religie. Ja, vrouwen en slaven. Onderontwikkelde. Dat is denk ik ook bij Spengler in zijn analyses ook wel heel kenmerkend. Dat die manifestatie van zo'n eerste ziel... Die heeft iets heel primitiefs. Iets wat door anderen wordt weggewuifd. Dat zijn barbaren. Zo schetst hij ook al heel mooi hoe de Minoïsche beschaving waarschijnlijk naar de Mycense moet hebben gekeken. Minoïsch rijk ontwikkeld, stedelijk, waterleidingen. Een soort al relaxruimtes die dan zo'n krijger samenleving tegenover zich ziet. Met een soort laatdunkend blik, gewoon kijkt naar wat die lui daar doen. En hij zei, dat zie je eigenlijk steeds opnieuw, hè? Soms ook binnen een cultuur. Denk aan Alexander de Grote, Macedonië ten opzichte van Athene. Maar ook dus van die jonge culturen en die nieuwe culturen. Hij zegt, wat voor indruk moeten de Vikingen hebben gemaakt op het oosten? Weet je wel? Of ten opzichte van de magische ziel. Hè? Waar je al een heel sultanaat had. Maar daar komt er eigenlijk zo... rond 1000 komt er een jonge ziel op. Nou, die gaat notabene nog met een kruistocht beginnen ook. Uiteindelijk. En dat is een... maar dan is die Arabische cultuur al heel ver geciviliseerd en ontwikkeld. Dus die bestaande cultuur die kijkt met een soort van scheef oog naar die opkomende cultuur, ziet dat als primitief. Ja. Dan geeft Speng natuurlijk op een gegeven moment een interessant soort van hint naar hoe die ontwikkeling eruit kan gaan zien. Want hij zegt op een gegeven moment, als we moeten kijken naar Rusland en die ontwikkeling en die ziel, dan is Tolstoj haar verleden en Dostojevski is haar toekomst. Een beetje de cryptische omschrijving. Ja. Misschien kunnen we een beetje praten over wat hij daarmee bedoelt, vooral met het oog op als we nu kijken naar Rusland. Hoe kijk jij naar, wat heeft Spengler gezien over die ontwikkeling? En hoe is er misschien ook iets terug te vinden in de huidige ontwikkeling van Rusland en hoe Rusland hedendaags opereert? Met dus inderdaad, hoe daarmee dus ook die specifieke Russische ziel, die typisch Russische ziel tot uitdrukking komt. Ja, dus je hebt het beroemde boek The Clash of Civilizations van Huntington. Ja, dat is ik denk ergens rond 96 of zo, 1996 gepubliceerd. Misschien iets later, maar om en nabij. En hij onderscheidt eigenlijk ook in navolging van Spengler ook al een zevenachtal culturen, hoogculturen.
En daar noemt hij ook expliciet Rusland als een van die aparte cultuur, een eigen cultuur. Dat is in Rusland zelf, wordt dat uitdrukkelijk ook zo gezien. Hè? Maar er is natuurlijk altijd wel een hang naar het Westen, die zie je ook. Je had het al over Dostoevsky, daar is dat ook heel duidelijk zichtbaar. Maar het is interessant als je kijkt naar ook de laatste decennia, dat in Rusland ook allerlei mensen op Spengler teruggrijpen. Dus Alexander Dugin is een van die mensen. Dugin, een filosoof die ook wat gezien heeft. Zijn dochter is omgekomen bij die moordaanslag. Hè. Sommigen zeggen dat ze door Oekraïners om het leven zou zijn gebracht. Dat is niet helemaal duidelijk, dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij om het leven zou komen, dat hij vermoord zou worden. Maar zij was ook journalist volgens mij, hè? Dus het was ook inderdaad het had net zo goed om haar kunnen gaan, maar inderdaad, gruwelijke aanslag op haar leven. Maar Dugin wordt ook wel gezien als een van de filosofen die mogelijk ook sterk invloed heeft op het gedachtegoed van Poetin zelf. En die grijpt dus inderdaad, die Dugin, die grijpt weer terug op, voor een deel, die heeft zijn eigen verhaal natuurlijk, maar die grijpt ook toch ook wel weer terug op Spengler. Ja. En dat heeft, ja, ik had zo even over ook zo'n apocalyps. Dus dat iets van dat apocalyptische zie je ook in Dostoevsky. De verschillende werken gaan ook over die verhouding Rusland en Europa. Dus je ziet ook in de Karamazovs bijvoorbeeld, hoe we echt expliciet in de Gebroeders Karamazov, een fantastische roman. Maar hoe in gesprekken tussen Ivan, Dimitri, Alyosha, dat thema ook van Europa terugkeert. En dat Europa toch wordt gezien als het, eigenlijk als het, enerzijds ja, natuurlijk fascinerende, maar tegelijkertijd ook het ontzielde continent. Het ontzielde land. Het is de geloof kwijtgeraakt door de verlichting. Het is een heel sterke die worsteling rond het geloof. Hoe het Westen, de kerken zijn als de kruisen op Europa, is een kerkhof. Ik zeg Dimitri ergens, geloof ik. Ja, daar is de ziel uit verdwenen. Nou ja, dat is natuurlijk vanuit de Russische perceptie. Maar het zegt denk ik wel iets. Ook over hoe vanuit Rusland dan gekeken wordt naar Europa. Hè? En dat ze enerzijds natuurlijk meegaan. En Petersburg is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Hè? Dus door de tsaar, die ook in al zijn reizen naar Europa, ook naar Nederland, zich liet inspireren. Hè? Dus en eigenlijk die modernisering heeft doorgevoerd. In stedenbouw, maar ook natuurlijk in de wetenschap. Op manieren hebben ze de vormen van die Faustische cultuur overgenomen. Geïmporteerd. En dat levert ook een interne spanning op. Nou, een van de claims van Dostoevsky is eigenlijk dat met Dostoevsky. Een van de claims van Spengler dat met in de 19e eeuw met en dan een figuur als Dostoevsky, je eigenlijk ziet hoe daar die cultuur probeert haar eigen, je zou kunnen zeggen, oersymbool tot uitdrukking te brengen. En dat in afzet gaat doen tegen het Westen. Dus die echt in een strijd komt ook met het Westen. Dus dat je in Dostoevsky ook eigenlijk die strijd ziet. Waarin hij op een bepaalde manier dermate religieus gegrepen is, hij helemaal niet bezig is met sociale vraagstukken à la Tolstoy. Met het idee van een soort communistische hervorming van de Russische landbouw. Dostoevsky is het ware, net als wat ik zo even schetste bij die magische ziel, ergens in een andere wereld. Apocalyps van het begin, zoals Spengler dat noemt. Waarin die sociale vraagstukken, dat is iets voor een civilisatiefase.
En zo zegt hij dan, Tolstoj is niet zozeer, wat jij zegt, een representant van het verleden. Nee, Tolstoj is eigenlijk een representant van het Europese. Mm, mm. Het is het Europese in Rusland. Het is inderdaad een aristocraat die de Europese cultuur eigenlijk omarmt en van daaruit een soort antwoord probeert te geven op sociale vraagstukken enzovoort. Of hij hem daarmee helemaal recht doet, laat ik in het midden. Maar Dostoevsky ziet hij als die figuur en die eigenlijk vanuit die diepe inspiratie vanuit die Russische ziel eigenlijk werkt. En waarin eigenlijk nieuw soort principes tevoorschijn komen. Je ziet al iets van de tundra. Je zegt, het zit volgens mij ergens in Karamazov, als ik me dat goed herinner, dat iedereen is schuldig aan allen. Of een soort idee van een schuld die niet meer, zoals bij ons Faustisch, van ja, wat heb ik gedaan? Nee, een schuld die je hebt, die ook aan de ellende van je broeder, om het zo maar te noemen. Ja, een soort van een raar soort schuld ervaring. Dat is een van die elementen die inbrengt. En daarmee een gemeenschappelijke schuld. Ook niet zoiets als een erfzonde. Nee. Niet zoiets. Nee. Het is inderdaad echt meer een gedeelde, niet individualistische, inderdaad volksschuld. Ja. En altijd al, dus van daaruit ook dat verspreid ook een type van broederschap die anders is dan in Europa. Ja. Ik las onlangs ik keek op internet naar een gesprek met een diplomaat. Ik ben even de naam kwijt, maar die was ook een vredesonderhandelaar. En een Engelse diplomaat. En die keek naar de huidige situatie. En die zegt, ja, het Westen heeft in zijn hele rechtsorde en natuurlijk als vertrekpunt dat individu. Mm-hmm. En dat is eigenlijk van waaruit wij kijken naar een maatschappij, naar verantwoordelijkheid, alles wat daarbij. En dat is voor ons heel. Ik zeg, terwijl in de Russische rechtservaring speelt veel meer het holistische, de samenhang van het geheel. Dat is eigenlijk waar recht over gaat. De samenhang van het geheel. En toen moest ik daar ook wel weer aan denken. Dat je, een ander soort cultureel motief. En de vraag is natuurlijk of dat echt levensvatbaar is. Hè? Spengler schetst natuurlijk ook hoe culturen in de knop ten onder gaan. Maar hij ziet voor de Russische ziel, daar zit hij dan toch een soort van toekomst in. Ja, dat kan natuurlijk ook tot allerlei fantasieën leiden. Maar niettemin. En zo begrijpt hij ook het communisme. Het is heel interessant. Het communisme, ik kan zeggen, ja, maar dat is toch bij uitstek een Europese aangelegenheid. Een ideologie door Marx geformuleerd. Zeer wetenschappelijk. Op de typische geciviliseerde problematiek, namelijk van een industriële economie en de vervreemding die daarmee gepaard gaat. Dus hoe zou je dat. Hij zegt, ja, maar dat communisme, dat is eigenlijk vooral vanuit het antagonisme omarmd. Dat men zich wilde onderscheiden van Europa. Dat men juist daar, als het ware, en het beantwoorden iets aan het idee van kameraad, aan die broederschap, aan dat oorspronkelijke motief. Maar eigenlijk in heel zijn verdere ideologie was het eerder een vermomming. Het paste niet echt bij die Russische ziel. Men heeft het gebruikt om zich vooral tegen Europa te kunnen keren. En dat is natuurlijk toch wel interessant. Dat Europa en nu en Rusland zo die vijandschap ontwikkelen. Dat is al heel de 20e eeuw. En het communisme daar natuurlijk de eerste manifestatie van was. Maar ook na die val van het communisme, dat bleef voortduren.
We zijn niet in staat geweest om als het ware het roer om te gooien. En zeggen, nou ja, ze hebben nu zelf zich ontdaan van het communisme. Laten we kijken of we een gezamenlijke wereld kunnen gaan bouwen. Daar is toch sterk een antagonisme blijven bestaan. Maar denk ik ook toch wel van Russische zijde ook. Dat afzetten tegen het Westen, tegen de decadentie van het Westen. Je kan ook zeggen, ik heb elders wel zeggen, is dat niet zelf ook, om met Baudrillard te spreken, een soort simulacrum, een soort schijnvertoning. Precies, terwijl je in de kern hartstikke materialistisch bent en helemaal niet die spirituele waarde verwesterd bent. Dus dat, zo kun je het ook interpreteren. En nogmaals, die schema's die staan mij ook helder voor ogen. Maar ik ben daar nog niet helemaal uit. Het kan inderdaad toch ook zijn, om met Dostojevski te spreken, dat daar inderdaad iets zit van iets eigens, dat heel diep gaat. En ze hebben natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers minstens 18 miljoen mensen verloren. Ik heb me dat nooit goed gerealiseerd eigenlijk, dat moet ik ook eerlijk bekennen. Wij worden zo opgevoed met de gedachte dat we door de Amerikanen zijn bevrijd. En dat is natuurlijk ook zo. En ik ben met mijn zoon verscheidene malen ook Normandië geweest. Met dochters ook. En dat is dan ook wel vanuit het besef van, zonder hen hadden we het er toch heel wat anders voor gesteld. Maar dat geldt natuurlijk des te meer ook voor het Oosten. Ja. Dat Russische front was eigenlijk veel, veel zwaarder voor de Duitsers. Als ze dat niet zouden hebben gehad, had die oorlog er heel anders uitgezien. Dus er zijn ook veel minder Amerikanen, maar een paar honderdduizend. Ja, dan nog verschrikkelijk, daar gaat het niet om. Maar bij de Russen 18 miljoen, hè, dat is natuurlijk. De Duitsers zijn ook miljoenen jongens aan het Oostfront verloren. Maar in ieder geval, dat communisme, zegt Spengler, is dus deze. Dit opstaan van Rusland ook tegenover het Westen. En Spengler voorspelt dan ook. Dat is ook wel weer heel mooi aan Spengler. Zegt hij, voordat de 19e of de 20e eeuw voorbij is, zal het communisme al voorbij zijn. Ja. En dat is inderdaad wat we mee hebben gemaakt. En die heropleving van Rusland. Ja, dan zie je dat inderdaad die kerk weer een opmerkelijke rol is gaan spelen. Ja. Daar had Spengler ook wel gevoel voor. Hè? Het voorspellen van het einde van dit soort alternatieven op die moderne ontwikkeling. Dat kondigde natuurlijk het einde van het fascisme al aan. Ja, dat is. En inderdaad, dat van het communisme heeft hij ook goed gezien. Ad, we gaan richting de afronding. Ja, we hebben hier dit schitterende boek staan. We moeten nog een derde maken, want we moeten nog terug naar de hadden waarschijnlijk we ook wel. Waarschijnlijk wel. Maar ik zou het toch graag hebben, want dat heb je de vorige keer gedaan. En dat vind ik toch wel leuk om dat even te delen met onze kijkers nog. Dat jij nog een mooi stuk voorleest uit de schitterende de vertaling van Mark Wildschut. Misschien kunnen we het dan kort nog even hebben over de techniek. We gaan dat niet meer helemaal recht kunnen doen. Maar ik denk dat een gesprek aan Spengler doen we geen recht als jij niet toch nog een kort stukje even voorleest uit het boek. Wat denk jij? Maar ik stel voor dat we dan toch nog een derde doen een keer over de techniek. Keer? Even de techniek er doorheen te... Nee, dat gaat sowieso niet lukken. Ik kan misschien wel even iets over die Dostojevski en Tolstoj tegenstelling. Dat zou denk ik wel heel mooi zijn, om dit even af te sluiten. Ja, prima. Oké, Ad, ik hoor graag een kleine voordracht uit het hoofdstuk Pseudomorfose over Rusland, Tolstoj en Dostojevski. Ja, hier zijn onderscheiding Tolstoj-Dostojevski. Tolstoj is het voorbije. Dat sluit allemaal bij wat jij zo even zegt. Dostojevski het komende Rusland. Maar de vraag is, welke zin? Tolstoj is met zijn heel zijn innerlijk met het Westen verbonden. Dat is het punt. Hij is de grote woordvoerder van het Petrinisme. Ja? Peter de Grote. En die wordt ook wel verbonden soms met de Satan. Daar, ja? Ook als hij het ontkent, is dat steeds een Westerse ontkenning. Ook de guillotine was een legitieme dochter van Versailles. Zijn sterke haat spreekt tegen Europa, waar hij zichzelf niet van kan bevrijden. Hij haat het in zichzelf. Hij haat zichzelf. Daarmee wordt hij de vader van het bolsjewisme. Tolstoj. Ja, dat is
Dus het is die zelfhaat eigenlijk in Europa. De hele onmacht van deze geest en zijn revolutie van 1917 spreekt uit de nagelaten scènes van het toneelstuk En het licht schijnt in de duisternis. Deze haat kent Dostojevski niet. Hij heeft al het wereldlijke met een even hartstochtelijke liefde omvat. Ik heb twee vaderlanden, Rusland en Europa. Voor hem is dat alles, petinisme en revolutie, al geen werkelijkheid meer. Ja. Daar kijkt hij vanuit zijn toekomst als van verre overheen. Zijn ziel is apocalyptisch, smachtend, wanhopig. Maar overtuigd dat deze toekomst komen zal. Ik wil naar Europa gaan, zegt Ivan Karamazov tegen zijn broer Alyosha. Ofschoon ik weet dat ik daar alleen maar een kerkhof zal vinden. Maar dan toch een zeer dierbaar kerkhof. Daar liggen gestorvenen die me dierbaar zijn. Iedere steen spreekt van een leven dat fel is geleefd. Van een hartstochtelijk geloof in eigen kracht en waarheid. In de strijd die men heeft gevoerd. De wetenschap die men gediend heeft. En ik weet tevoren dat ik ter aarde zal vallen. En die stenen kussen zal. En dat ik mijn tranen niet zal kunnen bedwingen. Tolstoj van zijn kant is een groot verstand. Verlicht en sociaal gezind. Alles wat hij om zich heen ziet, neemt de late, grootstedelijke en westerse vorm van een probleem aan. Dostojevski daarentegen weet helemaal niet wat problemen zijn. Tolstoj is een gebeurtenis binnen de Europese civilisatie. Hij staat halverwege tussen Peter de Grote en het bolsjewisme. De Russische aarde hebben zij geen van allen onder ogen gekregen. Wat ze bestrijden, wordt door de vorm waarin ze dat doen toch weer erkend. Kortom, het is in wijte Europees. Dat is geen apocalyptiek, maar geestelijke oppositie. Zijn haat tegen het bezit, Tolstoj, is van algemeen economische. Zijn haat tegen de maatschappij, van sociaal-ethische aard. En zijn haat tegen de staat is een politieke theorie. Vandaar de enorme invloed die hij heeft uitgeoefend op het Westen. Hij hoort op de een of andere manier thuis bij Marx, Ibsen en Zola. Zijn werken zijn geen evangeliën, maar later vergeestelijkte literatuur. Dostojevski daarentegen hoort bij iemand, bij niemand. Of het moeten de apostelen van het oerchristendom zijn. Zijn boze geesten stond bij de Russische intelligentia als conservatief te boek. Maar Dostojevski ziet deze conflicten helemaal niet. Voor hem bestaat er tussen conservatief en revolutionair geen verschil. Beide zijn westers. Zo'n ziel kijkt over al het sociale heen. De dingen van deze wereld lijken haar zo onbetekenend dat ze aan hun verbetering geen waarde hecht. Geen echte religie wil de wereld van de feiten verbeteren. Net als elke oerus merkt Dostojevski de wereld helemaal niet op. Zij leven in een tweede, metafysische wereld die aan gene zijde van de eerste ligt. Wat heeft een gekwelde ziel met het communisme te maken? Een religie die bij sociale problemen is uitgekomen, is geen religie meer. Dostojevski leeft echter al in de werkelijkheid van een op handen zijnde religieuze schepping. Zijn Alyosha ontsnapt aan het begrip van alle literaire kritiek, ook van Russische zijde. Zijn Christus, die hij altijd wilde schrijven, zou een echt evangelie geworden zijn. Vergelijkbaar met die van het oerchristendom, die totaal buiten alle antieke en Joodse literaire genres staan. Tolstoj daarentegen is een meester van de westerse roman. Geen enkele haalt het zelfs maar in de verte bij Anna Karenina. Zoals hij ook in zijn boerenkiel een man uit de betere kringen is. Oh. Schitterend. Ja. Dus die strijd moet ik eigenlijk bij mezelf wel corrigeren. Dostojevski, apocalyptisch, voert eigenlijk geen echte strijd. Hij is ergens anders, volgens Spengler. Precies. Interessant. Ja. Smaakt naar meer, Ad. Ja. Schitterende vertaling van Mark. Heel mooi, ja. Geweldig. Dames en heren, opnieuw hartelijk dank voor het kijken. Hebben jullie er nog steeds geen genoeg van gehad? Ad en ik zijn hier bijna elke dag. Wij hebben het graag over Spengler. Laat het vooral weten. Ook als er andere boeken zijn of filosofen waar jullie ons graag over horen spreken, doen wij dat heel graag. Wij zijn, en dat weten jullie, sterk afhankelijk van jullie steun om dit soort gesprekken te voeren. Dus als jullie kort even willen klikken op de link in de beschrijving naar onze petje af, dan zie je ook hoe je ons met een klein bedrag per maand ook een zekere toekomstbestendigheid verleent. Dus heel graag kijk je daar even naar. Voor nu, hartelijk dank. Ad, hartelijk dank. En tot de volgende keer.